Welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag 1 juni 2021 en dat betekent de tweede dag van Vlogweek. En jeetje mina, wat ben ik blij verrast door het aantal vlogs wat er gisteren is gemaakt. 13 verschillende vlogs, 14 in totaal als je die van mij ook meerekent. Dus 14 vlogs op de eerste dag van Vlogweek. Het is wat mij betreft nu al een succes. Ik heb wel een huishoudelijke mededeling. En daarom zit ik ook even achter de camera. YouTube werkt niet heel erg mee. YouTube is deze week geen meewerkend voorwerp. Wat betekent dat? Heel veel van jullie comments, als jullie namelijk laten weten dat jullie een vlog hebben gemaakt met een linkje, verdwijnen meteen van YouTube. Gelukkig krijg ik wel een notificatie in de mail en kan ik dus je comment wel zien. En er is helaas, zoals je weet, we hebben het al eerder over gehad, niks aan te doen. Ik kan klagen bij YouTube, maar er zit gewoon een glitch in het systeem. En op dit moment verdwijnen er gewoon heel veel comments. Ook comments die geen linkje bevatten, zoals die van Dutch Gamer, die vroeg in welke trade paperbacks bijvoorbeeld Web of Spider-Man allemaal herdrukt was. Nou ja, toen wou ik hem beantwoorden. Dat ging dus niet lukken, want tegen die tijd dat ik via de mail naar het commentformulier ga, is zijn comment alweer footsie. Ja, dat is wel heel vervelend. Maar daar kan ik helaas niet zoveel aan doen. Het is wel gelukt om alle vlogs in een playlist te krijgen. Dus als je gewoon alle vlogs van Vlogweek wil kijken, kun je gewoon alles rustig in die playlist bekijken. En mocht ik een vlog van je gemist hebben, laat me dat toch nog maar een keer weten. Want ik zie ze natuurlijk allemaal heel erg graag. En ik plaats ze ook heel graag in de playlist. Want ik vind het echt super tof wat jullie allemaal gemaakt hebben. Het is heel divers. Nou, Daan de Tekenaar improviseerde gewoon een hele jam van 14 minuten. Dat was tof. Die heb ik vanochtend nog even geluisterd bij een bak koffie. Ik was meteen wakker. Dat was heel leuk. Marcel Haster had een hele toffe vlog over Robbedoes en Madonna. Dat is een interessante combinatie, zou ik zeggen. Ga die vooral kijken. Nou ja, leuke kijkjes in mancaves heb ik gezien. Menno Kooistra doet mee, vind ik echt heel erg leuk. Die belooft ook een kijkje in zijn atelier, in zijn schildersatelier deze week. Nou ja, dat klinkt allemaal heel erg leuk. Ik heb toffe comics voorbij zien komen van mensen. Blueberry. Dus ik ben al nu al tevreden, zoals ik al zei. Vlogweek is wat mij betreft nu al dubbel en dwars geslaagd. Proost. En dit is pas de tweede dag. Deze vlog wordt een beetje een praatvlog. Misschien een beetje leem in verhouding tot de andere. Maar dat is dan maar zo. Want ik wilde dus even laten weten dat YouTube niet helemaal meewerkt. En waar ik het eigenlijk over wilde hebben is Red Room. Of eigenlijk wilde ik het erover hebben dat vorige week dinsdag was ik voor het eerst in een stripwinkel sinds maart 2020. Meer dan een jaar ben ik niet in een stripwinkel geweest. Dat heeft natuurlijk alles te maken met een zeker virus wat ons vooral binnenhoudt en op afstand houdt. En natuurlijk omdat winkels een tijdje dicht waren. Maar vorige week dinsdag toog ik naar Henk Comics and Manga Store in het centrum van Amsterdam om Red Room te halen van Ed Piskor. Ed Piskor, daar ben ik een enorme fan van. Ik heb in een vlog van Amsterdam Comic Geek al zijn X-Men Grand Design laten zien. Dat heeft hij onder andere gemaakt. En Red Room is zijn eigen comic. En daar bedoel ik mee helemaal door hem gemaakt, bedacht, geschreven, getekend, geïnkt. En dat heeft hij in de lockdownperiode is hij daarmee begonnen. Het wordt nu een maandelijkse serie bij Fantagraphics. En het is weird, jongen. Het is zo grappig. Het is eigenlijk alles wat tegenwoordig niet meer mag of kan van de woke people, zeg maar. Kort gezegd gaat het over dat je je op de dark web kunt inloggen op livestreams. En dan wordt er niet leuk een computergame gespeeld. Nee, mensen worden gewoon gemarteld en in stukjes gehakt. En weet ik het helemaal. Het is gewoon een soort live SNUFF MOVIE. En dan kunnen mensen betalen met bitcoin. En bitcoins. En het gaat dus over de duistere wereld die daarin schuil gaat. Zie je? Je hebt dan hier de interface met allemaal comments aan de zijkant. En dan doet hij allemaal nare dingen. Ik ben niet zo fan van snuff movies, maar ik vind het wel heel erg interessant dat iemand dit onderwerp tackelt in een comic. En kijkt naar hoe ziet de wereld van nu eruit. En hoe gebruiken we hoe zou de technologie kunnen gebruikt worden in deze fictieve situatie en misschien wel in het echt. Ed heeft zelf gezegd dat hij niet zeker weet of Red Rooms nou eigenlijk bestaan of niet. Maar alle elementen die in de wereld nu zijn, hè, van internet en communicatie en dark web en weet ik het allemaal, zouden het wel theoretisch mogelijk maken. En ik kan me nog een film herinneren van Joel Schumacher, 8mm met Nicolas Cage in de hoofdrol. Nou, daar werd ik wel een beetje naar van toen ik die film zag. Maar Ed Piskor's stijl is zo tof. Ja, het is heel cartoonesk ook wel. En heel, er zit heel veel energie in. En ja, ik kan het je daarom wel van harte aanbevelen. Het is wel een acquired taste, maar het is een unieke comic in dit tijdvak, zeg maar. Want nou ja, het schopt nogal tegen van alles en nog wat aan. En dat waardeer ik zeer. Maar het leuke was, ik ging naar Henk Comics and Manga Store. En het centrum van Amsterdam was bijna rustig. Het was echt rustig, het was een soort ghost town. En dat is gek, want een paar weekenden terug waren we in het centrum. Toen waren we overspoeld door Franse drugstoeristen. En dat was nu door de week, dus het was nu gelukkig weer rustig. En het was heel erg leuk om weer in een stripwinkel te zijn. Om met Alfred te praten, die daar werkt al jaren. En ik had hem van tevoren gemaild, want... eerst dacht ik, ik ga Red Room gewoon bestellen bij Fantagraphics zelf. Maar de comic kost maar $7. Maar de verzendkosten waren iets van $36 vanuit de Verenigde Staten. Ik dacht, nou, dat is een beetje te gek. Dus toen heb ik het Patreon-account van Ed Piskor cadeau gekregen van mijn vriendin voor mijn verjaardag. Dus toen kan ik het gewoon digitaal online lezen. Maar ik denk, ik wil gewoon die comic in mijn handen houden. Ik wil het gewoon in de kast ook hebben staan. En toen heb ik gewoon een mailtje gestuurd. En Henk had gewoon een hele voorraad daarvan. Dus dat is echt heel leuk. Het was leuk om met Alfred weer bij te praten. En gewoon weer door comicbakken te struinen. Te kijken naar Spider-Man comics. En wat ze nog meer allemaal hadden. En gewoon die geur van de stripwinkel weer op te snuiven. Dat heb ik heel erg gemist. En ze hadden een hele toffe poster van Rogue op een fiets. Door Amsterdam. Dat vond ik ook heel erg tof. Die plak ik eventjes nu in beeld. Dan kun je er even naar kijken. Hij is te koop voor €20. En gewoon een X-Man van Marvel die fietst door het centrum van Amsterdam. Twee werelden komen samen. De Nederland en de comicwereld. En er is natuurlijk een hele levendige comic scene eigenlijk in Nederland. Dankzij Junior Press. En nu ook dankzij Dark Dragon Book misschien wel. Misschien leeft dat weer een beetje op. Zeker online, op YouTube en op Instagram. Zeker op Instagram zijn er heel veel Nederlandse stripliefhebbers die hun comics laten zien. Dus dat is echt super tof. En ik vind dat Rogue dat eigenlijk representeert een beetje die twee werelden die samenkomen in één prent. Dus ik vind hem echt super tof. En nou ja, we zien het dus ook een beetje in Vlogweek dat mensen hun comics laten zien. Of hun Blueberries. En het is gewoon, het is echt heel erg leuk. Dus dank jullie wel alvast. Dank je wel voor het kijken en het liken. En check vooral de playlist. Die komt aan het einde van deze video. Plaats ik die hier ergens. Maar staat ook gewoon in de beschrijving beneden. En anders kun je hem vinden op de homepage van mijn YouTube kanaal. Op naar de volgende vlog van Vlogweek. Op naar 2 juni morgen. Tot later.